We hebben Maurice leren kennen in het jaar 2005, 2006. Dat was in het kader van de Deventer-moordzaak van Ernest Lauwers. Die was toen in 2004 veroordeeld. En Maurice is op die zaak gestart en geraakte overtuigd van de onschuld van Ernest Lauwers. Heeft toen met ons contact opgenomen en heeft toen ook zelf allerlei onderzoeken geïnitieerd. Heel belangrijk, onder andere een heel belangrijk Amerikaans DNA-onderzoek, wat we ook hebben kunnen inbrengen uiteindelijk bij de Hoge Raad in de tweede herzieningsprocedure. Hij heeft toen zelf ook heel veel onderzoek laten doen door relaties van hem en dat materiaal heeft hij allemaal met ons gedeeld. Daar is toen een onderzoek uitgekomen op last van de toenmalig procureur-generaal van het college van PG's, Harm Brouwer. Dat leidde tot een nieuwe herzieningsaanvraag in 2007, die helaas in 2008 door de Hoge Raad werd afgewezen. Maar Maurice is altijd in de onschuld van Ernest Lauwers blijven geloven en heeft met ons contact gehouden en heeft ook steeds ons voorzien van zijn visie, stukken, heeft ook met heel veel mensen gesproken. En ja, dat contact is eigenlijk door de loop der jaren heen blijven bestaan. Het is nu op een iets lager pitje, omdat wij nu met de advocaat-generaal van de Hoge Raad bezig zijn geweest de afgelopen jaren met een geheel nieuw onderzoek door het Cold Cases Team Amsterdam. Maurice heeft steeds altijd gevraagd hoe staat het ermee, heeft altijd belangstelling getoond in de zaak en is altijd zeer gedreven geweest om voor deze man wat te kunnen betekenen, omdat hij, als gezegd, tot op heden overtuigd is van zijn onschuld. Hij is natuurlijk gewoon iemand die altijd politieke peilingen deed, zeg maar. Hij is geen Ja. jurist, hij is geen expert. Wat vond u van de kwaliteit van de onderzoeken die hij aanbracht? Nou, je merkt wel, doordat hij dus een hele gedegen opleiding heeft gehad als opiniepeiler-analyst, is dat zijn stukken altijd zeer analytisch van aard waren. Het is wat u terecht zegt, het is geen jurist, dat zegt hij ook, maar niettemin heeft een hele grote intelligentie in mijn visie. En heeft ontzettend veel belangrijke aanwijzingen gegeven die ook voor ons onderzoek van belang waren. Scherp van geest, zeer to the point, schrijft ook uitstekend. En in dat opzicht zal zo'n onderzoeker voor ons altijd van grote waarde zijn in ons project waarin we zaken onderzoeken waarin mensen claimen onschuldig te zijn veroordeeld. Je hoeft daar niet altijd jurist voor te zijn. Je kunt ook als analyticus, forensisch onderzoeker. We hebben nu ook een zaak waarbij een scheikundige bijvoorbeeld in de zaak meekijkt. Dus ook die mensen kunnen een hele grote bijdrage geven aan de waarheidsvinding in strafzaken. En dat geldt voor Maurice de Hond ook. Die heeft in de Deventer-moordzaak zeker een hele belangrijke rol gespeeld om die zaak weer vlot te krijgen. Ja, zover ik hem heb leren kennen, heeft natuurlijk een hele bijzondere familiegeschiedenis. Hè. Zijn ouders en zijn familie hebben in de Tweede Wereldoorlog het onrecht meegemaakt vanuit het nazi-regime. Dat heeft hij ons wel eens verteld. En dat is volgens mij ook wel een hele grote drijfveer in zijn leven. Dat hij dus opkomt voor onrecht als dat in zijn omgeving gebeurt. Ik ben niet met andere zaken bekend waarin hij diezelfde gedrevenheid aan het licht heeft gebracht als in de Deventer-moordzaak, maar er zal ongetwijfeld zullen er meer voorbeelden van zijn te vinden. Maar je merkte dus in de Deventer-moordzaak dat die achtergrond van zijn familie en hemzelf een hele grote drijfveer is geweest om eigenlijk belangeloos op te komen voor deze man. En dat mogen we niet vergeten, dat er zijn ook heel veel mensen binnen justitie die kritiek hebben op zijn optreden. Ook in de journalistiek is daar kritiek over geuit. Maar we mogen niet vergeten dat mensen in onze samenleving die belangeloos voor het onrecht opkomen wat zij zien dat anderen overkomt, dat dat respect verdient. Ook al is misschien de wijze waarop je dat doet in ogen van anderen niet altijd even correct. Maar goed, dat is een hele andere discussie, hè. Je kunt discussiëren over de vraag hoe je dat gaat doen. Maar het feit dat je het doet, er zijn maar heel weinig mensen in onze wereld van het strafrecht die belangeloos aankloppen bij ons en zeggen wij willen deze persoon helpen
omdat wij van mening zijn dat die persoon onrecht is aangedaan. Dat komt niet vaak voor in onze samenleving. Dus wij hebben, ondanks de kritiek die anderen op Maurice optreden hebben gegeven in de Deventer-moordzaak, een aantal mensen binnen justitie, een aantal mensen binnen journalistiek, ik zal daar verder nu vandaag geen namen voor noemen, maar blijft laat onverlet dat hij wel een van de weinigen is die belangeloos zich voor deze man, Ernest Lauwers, tot dusver heeft ingezet. En als gezegd, ja, daar hebben we groot respect voor. Nou, hij weet dat wij zelf daar geen groot voorstander van waren, omdat ja, onze taak als strafrechtsadvocaat is om in dit geval de onschuld aan te tonen en niet de schuld van een ander. Want dat bergt ook weer het risico in zich dat wij mogelijk een onschuldige beschuldigen. Hè, dat fenomeen kan ons ook overkomen. Dus daar moeten we heel prudent mee zijn. Dus we hebben wel altijd tegen Maurice gezegd, kijk, dat je onderzoek doet naar hoe het werkelijk gegaan zou kunnen zijn, dat is prima. Maar je moet uiterst voorzichtig zijn met het daadwerkelijk beschuldigen van een ander, dat die ander inderdaad de dader zou zijn. We hebben ook in onze herzieningsaanvraag van 2007-2008 is dat aspect ook eigenlijk niet prominent aan de orde gekomen. En ook in het huidige herzieningsonderzoek dat we dus hebben gedaan in samenspraak met de advocaat-generaal van de Hoograad en het Cold Cases team, dat in mei van dit jaar is afgerond, en we werken dus nu aan een nieuwe herzieningsaanvraag in de Deventer-moordzaak, zult u in de herzieningsaanvraag niets terugvinden over wie het dan wel gedaan heeft. Het gaat er ons primair om aan te tonen dat de persoon die veroordeeld is niet de juiste persoon is. Dat wil zeggen Ernest Lauwers. Dat heeft Maurice ook altijd onderkend, hoor. Alleen, ja, in zijn gedrevenheid naar het zoeken naar de waarheid is hij een stap verder gegaan dan de stap die wij als advocaten zouden zetten. Hij kan dat als burger, denk ik, ook gemakkelijker dan een advocaat die toch gebonden is aan bepaalde beroepsethische regels. Maar dus dat is bij ons altijd wel een vraagpunt gebleven van, is het verstandig geweest dat hij dat gedaan heeft? Ik moet wel zeggen, daar is natuurlijk in die zoektocht naar de waarheid die hij heeft ondernomen, is er ook heel veel materiaal in connectie met de mogelijke werkelijke data naar boven gekomen, dat ook weer bruikbaar was in de procedures. Maar in principe zeggen wij als strafrechtsadvocaat, onze taak eindigt daar, ja, waar wij de onschuld van de veroordeelde hebben kunnen aannemelijk maken. Nou, wat uitermate bijzonder en ook uniek is, en daar heeft zeker Maurice denk ik ook mee aan de voet gestaan, is dat we 3 jaar geleden het bericht hebben gekregen, na samenspraak met de advocaat van de Hoge Raad, dat er het gehele forensisch technisch onderzoek in deze moordzaak zou worden gereviewd, zoals het zo mooi heet, door het Cold Cases Team Amsterdam. Dat onderzoek heeft ruim 2,5 jaar geduurd. Het heeft erg lang geduurd. Maurice heeft ook regelmatig bij ons aan de bel getrokken en gezegd van, hey, kan dat niet sneller? Maar dat Cold Cases die wilde gewoon heel zorgvuldig alle processen verbalen van de forensisch technische recherche beoordelen. Nou, dat is in mei van het jaar afgerond. Daar zijn verrassende resultaten uitgekomen wat ons betreft. Ja. We werken nu met een heel team van juristen aan de herzieningsaanvraag, gebaseerd op dat rapport dat 150 bladzijden bevat, exclusief bijlagen, dat Cold Cases team rapport. En wij streven ernaar dat de nieuwe herzieningsaanvraag in oktober van dit jaar wordt ingediend. Ja, nou ja, dan hebben het niet alleen ik, dan hebben we het dus over ons hele kantoor dat hier achter staat. Hè? Want het is toch een beslissing die je als kantoor neemt. En met name mijn partner Carrie staat. Zonder haar had ik dat ook nooit kunnen doen. We hebben het samen gedaan en wij zijn vanaf het begin af aan ook eigenlijk hebben dezelfde drijfveer gehad als Maurice, namelijk dat wij niet overtuigd waren dat Ernest Lauwers inderdaad de dader is van de Deventer-moordzaak. En er zijn zoveel dingen in deze zaak misgegaan die onder het tapijt zijn geschoven. En als je nu het Cold Cases onderzoek leest, dan schrik je eigenlijk nog meer. Er zijn nog meer dingen in die wij niet wisten, waarvan je moet concluderen, als de rechters dat destijds allemaal hadden geweten, dan hadden ze Lauwers niet
kunnen of mogen veroordelen. Maar die drijfveer, het zoeken naar recht en het terugdraaien van onrecht, dat is eigenlijk onze belangrijkste drijfveer. En dat hebben wij, Carrie en ik, ook in onze eigen familiegeschiedenis eigenlijk een beetje parallel aan Maurice meegemaakt. En ik denk dat dat ook maakt dat je daardoor meer empathie kunt opbrengen voor mensen die claimen onterecht te zijn veroordeeld. Ja, ons onderzoek met alle deskundigen heeft ons eigenlijk nooit van de overtuiging afgehouden dat Ernest niet de dader is geweest van de Deventer-moordzaak. En die drijfveer houdt ons eigenlijk anno vandaag nog steeds bezig om te zorgen dat die zaak wordt heropend. Ja, ik ken hem natuurlijk maar beperkt vanuit mijn professie, maar ik denk wel dat hij in Nederland een hele belangrijke discussie heeft doen aanwakkeren over de rol van de burger in het strafproces. En als justitie steken laat vallen, is het dan zo dat die burger mag instappen? Hè, wat ik net al zei, er zijn natuurlijk heel veel kritieken geweest over de invulling van die rol door Maurice, door mensen binnen justitie en ook binnen de media. Maar daardoor hebben we wel een discussie op gang weten te brengen, althans door de intrede van de activiteit van Maurice, waardoor ook justitie zich is gaan realiseren. Ja, kijk, rechtspraak is niet voorbehouden aan de elite in ons land. Rechtspraak is iets van ons allen. Burgers, iedereen in Nederland gaat dit aan. En dat je als burger je sterk maakt en opkomt voor het onrecht van een medeburger die in de handen van justitie geraakt, dat moet zeker niet als negatief worden uitgelegd. En ik denk dat hij, Maurice, daar in een heel belangrijke rol heeft gespeeld. Is toch ook wel een beetje een soort toonbeeld geworden van de rol van de burger in een belangrijk strafproces als de Deventer-moordzaak. En ik denk dat het heel belangrijk is dat wij ons niet, en hij ook niet, zich moet laten afschrikken door die kritiek. Maar we moeten denk ik ook de initiatieven koesteren die vanuit de burgerij worden ondernomen om ook mee te denken over de kwaliteit van de rechtspraak. En ik denk dat Maurice daar een grote rol in heeft gespeeld om die discussie inderdaad te doen plaatsvinden. Dat het respect verdient voor mensen die een groot deel van hun leven opofferen en ook risico's daardoor willen en durven nemen om voor de ander op te komen. Dat is wel iets wat we in onze samenleving nog veel te weinig helaas missen. Dat mensen bereid zijn om iets op te offeren voor de ander. Dat heeft hij gedaan in de Deventer-moordzaak. We moeten ons niet altijd door justitie laten afschrikken in onze drijfveer om onrecht terug te draaien. Want uiteindelijk is het zo dat er ook andere zaken in het verleden zijn geweest waarin juist de vasthoudendheid van mensen als Maurice uiteindelijk de waarheid naar boven deden brengen. Dus in dat opzicht hoop ik dat hij de mooie jaren die hij nog voor zich heeft ook goed zal gebruiken met zijn familie, maar ook zich niet laat afschrikken door de mensen om hem heen die misschien tegen hem zeggen, ja, je had het anders moeten doen. Het is ook altijd gemakkelijk achteraf om dingen te evalueren. Maar op het moment dat je voor de keuze staat, ga ik een ander helpen, ja of nee, dan neem je een beslissing. Ja. En dan sta je erachter en voer je dat uit. En dat heeft hij in de Deventer-moordzaak eigenlijk heel consequent gedaan. En dat verdient groot respect.